Jan, Pier en Paul. Ze vinden alles in Suprabazaar. Ik stel u graag mijn derde en laatste gast voor in Jan, Pier, Paul en dat is Christian. Christian is iemand die zich echt ongelooflijk inzet voor andere mensen. Andere mensen die het moeilijk hebben. Mensen die op zoek zijn naar troost, naar steun, naar bezinning, naar inspiratie. Daar zorgt Christian voor. Christian zorgt voor de dankappel en zorgt ervoor dat al die mensen daar terecht kunnen om tot zichzelf te komen. Ik ken eigenlijk weinig mensen die zich zo hard inzetten voor anderen. Toen ik 18 jaar was, ik had dan ook een heel goede vriendin die wat ouder was. En ze zei op een gegeven moment, ik weet, het is een heel mooie plaats waar jij ook zou geraakt worden of getroffen worden. Mariabeeld, de devotie, haar verhalen, dat raakte op een gegeven moment dat ik wel diep in mijn verlangen koesterde en droomde. Ja, ooit zou ik hier voor deze plaats nog iets willen betekenen. De laatste pater die heeft mij uitdrukkelijk gevraagd om in de toekomst eigenlijk voor deze kapel te willen zorgen. Ik heb het dan ook aangenomen, niet veel geworden erover. En ik was zo blij, want dat was dan pas is mijn levenswerk, mijn levensdroom van start. Eigenlijk, als je het totale werk ziet, had ik nooit verwacht en gedacht dat ik zoveel hulp ging gekregen hebben. De elektriciteit, de lampen, de brandglazen, de schilderwerken, de zandstraling, de tapijten, de stoelen, de creatie van het metsen. Ja, zoveel dat het nog niet in het gedacht binnenkomt. Dus dankzij al die mensen is dat hier zo mooi geworden. Iedere dag bewonderen we hetgene wat wij allemaal samen gedaan hebben. Eigenlijk, het is een levenswerk, het is een samenhorend teamwerkgroep. In stilte en we genieten ervan. Want toen we buiten kwamen, achteraf zeiden we, hebben we gezweet, maar we hebben toch mooie dingen gedaan. Dat is wel. Ik vind een wanorde van een kapel, als je binnenkomt, dat is niet zo leuk. Maar soms komen hier ook groepen. En die hele groepen, met rouwwagentjes of zo, dan staat dat allemaal door elkaar. Dan ga ik ook kijken als de kaarsen, als zij bijvoorbeeld ook niet te veel gelekt hebben, want ik heb dan ook een speciaal schreper. Dan kijk ik dan ook om hier wat af te kuisen, de stof. Waardoor we ook kijken als verse plantjes staan, om water. Het andere is het voordeel van de namak, de kunstbloemen, daar moet ik geen water aan geven. Dat is tijd, veel tijd gewonnen. En zo is dat wel een beetje, de ene dag is wat meer of anders. Ik heb ook dagen dat ik gewoon binnenkom, de offerblok en de kaarsjes. En dat ik gewoon zeg van, oké, het zit hier goed, het is gezellig. Zet me even en ben terug weer naar huis. Mijn droom is mensen de kans te geven iemand te mogen zijn. Op alles erop en eraan. Ergens tegemoet komen, in alle noden en pijn, eigenlijk kan ik niet alles oplossen. Maar er zijn. Luisteren, de aandacht geven, maar vooral hun laten aanvoelen dat hun leven, maar ook alles vanuit hunzelf, belangrijk is. Niets is onwaarde. Je ziet, hier staat al veel opgeschreven. Dus is dat wel dat er hier veel mensen binnenkomen en die het gewoon een keer het boek in de handen nemen en iets schrijven. En dan merk ik hier ook, Karel de Vos is hier ook geweest in stilte. Dus is dat wel heel leuk. Mensen die kunnen genieten in de stilte ervan. En dat is ook heel belangrijk. Stilte, mensen komen binnen en in stilte overtuigend iets schrijven. Dat is toch om heel dankbaar te zijn en ook om nooit op te geven en te volharden. Want ja, ik geloof erin. En dan zeg ik aan iedereen, shalom. Jan, Pier en Paul, ze vinden alles in Suprabazaar.